van een groep leerlingen heeft 86% een voldoende gehaald voor een examen. 7 leerlingen moesten het overdoen. Die moesten een herexamen doen. De vraag is, hoe groot is de volledige groep? De hele groep is dus 100%. Als 86% een voldoende heeft gehaald, dan is 14% van de groep heeft een onvoldoende gehaald. Dat zijn in totaal 7 leerlingen. We rekenen terug naar de 1%, dus we delen door 14. Dat betekent dat we die 7 leerlingen ook door 14 moeten delen. 7/14 is 0,5. De vraag is, hoe groot is de hele groep? Dat betekent dat we weer moeten vermenigvuldigen met 100%. Is de hele klas. Dat betekent dat we het aantal leerlingen ook met 100 moeten vermenigvuldigen. 0,5 keer 100 is 50 leerlingen. Dus de volledige groep bestond uit 50 leerlingen.